Feyenoord krijgt een vrije trap en Sinisterra is inderdaad achterin de rij aangesloten. En Kukcu en Toornstra staan nu achter de bal. Toornstra scoorde ooit uit een vrije trap tegen Standaard Luik. Gaat hij nu de vrije trap binnenschieten? Jens Toornstra is nu wel verder dan de poging van Sinisterra. Het is op een metertje of 30. Maar Toornstra heeft dus Europees wel zijn doelpunt gemaakt met een vrije trap. En nu, ja! Een afslaaien. Jens Toornstra ramt hem in de kruising. Volgens mij wordt hij nog wel aangeraakt. Maar wat een geweldige vrije trap van Jens Toornstra. En vlak voor de pauze komt Feyenoord op 1-0. Wie anders? Hij scoorde er al 2 in Belgrado. De aanvoerder, Jens Toornstra. Ja, dan ploft die bal er toch wel schitterend in, hoor. Eindelijk scoort Feyenoord weer eens uit een directe vrije trap. En dan denkt Toornstra aan de hoek meteen goed ook. Want hij ploft heerlijk de kruising in. En op slag van rust een prachtig openingsdoelpunt. Dessers raakt hem nog. Zou Dessers hem ook claimen als een ware spits? Benieuwd of Dessers hem krijgt, dan heeft hij zijn doelpunt. Ja, Toornstra wordt als doelpunt te maken omgeroepen door Peter Houtman. Maar UEFA zou nog best kunnen zeggen dat Dessers uiteindelijk dan toch weer Houtman zegt het nu ook. Houtman zegt het nu ook. Cyril Dessers. Maar ja, die vrije trap was wel geweldig genomen. Maar hij schampt de oor. Ik weet het niet. Op tv moet dat blijkbaar moet dat te zien zijn waar. Uiteindelijk via de schouder van Dessers, hoor ik. Gaat de bal even wat, Cyril. Put your hands up voor Cyril. Het is zijn jaar. Het is zijn cup. Het afgekeurd vandaag. Wat wel een doelpunt had moeten zijn. Maar Feyenoord op 1-0, en dat is wel lekker, hè, Dennis. Maar Feyenoord alleen jonge keepers hebt als Til je 2-0 gaat maken. Nee, Til wacht te lang. Ja! Daar is hij al. Wist Nelson. Tikt de 2-0 binnen. Maar ja, die had iedereen gemaakt. Want Til legt hem ook wel. Bang klaar. Zodat hij hem kan binnentikken. Nou, de wedstrijd zit in de tas. En dan kan je inderdaad misschien nu naar zondag gaan kijken. En dan zijn er ook nog jonge spelers bij Feyenoord op die bank. Die er mogelijk in gaan komen met Mike Klein. Bijvoorbeeld, die zou kunnen debuteren vandaag voor Feyenoord. Eerder deed Sam Valk, Lennart Hartjes en Mimairo Benita het al. Als Feyenoord het feestje viert. En Wies Nelson scoorde hier ook thuis in die wedstrijd. Oh, mooi gebaar dit trouwens. Mooi gebaar voor Bijlo. Het shirt van Bijlo wordt nu gehaald door Senesi. En wordt getoond aan iedereen. Dit is een heel mooi gebaar voor de geblesseerde doelman van Feyenoord. Het shirt van Justin Bijlo. Het is Wies Nelson die het shirt van Bijlo toont nu aan al het publiek hier in de Kuip. Prachtig gebaar zeg van de medespelers van Bijlo. En dat blauwe tenue gaat naar de kant. En Nelson zelf waarschijnlijk ook die zojuist scoorde. Zo wil Feyenoord dat publiek nog één keer laten opveren. Benita pakt maar weer eens een bal af. Wipt hem ook nog even eens omhoog. Het ziet er mooi uit. Het bevalt me wel. De bravoure bij zijn invalbeurt ook. Die rechtsback oogt stoïcijns hoe die daar verdedigt. Waar komt nu uit Toornstra? Komt die 3-1 van Feyenoord er dan nog? Als we bijna de blessuretijd ingaan. Linssen! Ja! Jawel! Daar is de 3-1. En dus zijn eerste in dit kalenderjaar. Brian Linssen laat ook aan Dessers weten. Hey vriend, als jij blijft scoren, kan ik niet achterblijven. En dus knalt hij deze bal prima binnen. Een mooi toetje voor het publiek dat tot het einde blijft zitten in de Kuip. Feyenoord Partizan 3-1.